vertellen. Ja, fantastisch. Voor Apple, Fanaten en Disney. Oh, Apple. Ja. Ik neem heel even de telefoon aan. Ja. Goedemorgen, D-Reis Vakantiewinkels. U spreekt met Alice de Wit. Goedemorgen, u spreekt met Nathalie de Jong. Goedemorgen. Hallo. Ik zat net even op uw website te kijken. Daar zag ik een aantal aanbiedingen voor Gran Canaria. Ja. Wij willen volgende week nog voor een weekje daarheen. Ja. Ergens maandag vertrekken met 2 personen. Oké. Okay. En kunt u voor mij kijken of dat nog beschikbaar is? Ja, dat wil ik natuurlijk voor u doen. Alleen op dit moment zit ik nog met klanten aan de balie. Dus op dit moment heb ik er helaas even geen tijd voor. Zou het voor u mogelijk zijn om eventueel bij ons in de winkel langs te komen? Omdat het ook heel druk is op dit moment. U kunt het niet eventjes voor mij op de mail zetten? Nee, ik ben bang dat ik daar helaas geen tijd voor heb. Zou het u schikken om eventueel vanmiddag om 1:55 langs te komen? Dan is het hier altijd wat rustiger gezien de koopavond. Ja, dat zou wel lukken. Ja, want u gaat natuurlijk best snel weg. En degene met wie u gaat, is het voor diegene ook mogelijk om mee te komen vanmiddag? Ja, 5 uur, dat lukt. Oh, nou, dat zou mooi zijn. Ja, want dan kunnen we samen eventjes kijken. Want dan moeten we toch ook gelijk een knoop doorhakken. Omdat u eigenlijk aanstaande maandag dan al weg wil. En het gaat allemaal zo snel. Wat ik wel voor u kan doen, is dat ik een en ander voor u uitzoek. Dat als ik er tijd voor heb, dat ik al iets voor u heb liggen. En dan kunnen we dat samen nakijken. Oh, dat klinkt goed. Oké. Nou, dan zie ik u vanmiddag om 1:55, mevrouw de Jong. Heel graag. Oké, prettige dag verder. Dank u. Dag. Bedankt voor het wachten. Best moeilijk om zo'n klant te overreden om naar de winkel te komen. Belangrijk is dat je meteen aangeeft dat je geen tijd hebt voor deze klant. Laat je de klant het hele verhaal doen, dan moet je hem halverwege afkappen en dat is niet prettig. Laat wel merken in gesprek dat je alle tijd hebt voor de klant als hij naar de winkel komt. Dan kun je rustig met hem alles uitzoeken en kan hij ook meteen een beslissing nemen. Daarom is het belangrijk om aan te sturen op een afspraak, zodat je de klant direct kunt helpen.